Basic Fit, KPN en Fox Sports, partners van de Eredivisie. Welkom dames en heren bij speelronde 2. We hebben hier PSV tegen ADO Den Haag. Dan zie ik als iets 5 at the back, we zien Icons, we zien Team of the Years. We gaan hier dus kijken naar PSV ADO Den Haag. De aftrap van PSV, Vieira. Van Dijk zien we hier op de rechtsback, dat is interessant. Voor de mensen die nog niet weten trouwens, ik ben hier trouwens met Koen Weiland. De beste man, Koen Weiland. Komt ons even gezellig bij, jongen. Kijk, ik ben er helemaal, jongen. Precies. Ik keek wel lang uit naar deze wedstrijd. Zag je dat? Ramos zag hier ook rechtsback. Net stond Van Dijk even rechtsback, maar nu is het dan toch Ramos. Ja, Van Dijk is misschien toch net iets te log alsnog als rechtsback. Ah. Maar als ik het goed heb trouwens, beide clubs nog 0 punten. Precies, daarom kijk ik ook uit naar dit duel. Oké. Allebei puntloos. En dus zal de verliezer van dit tweeluik toch met een heel naar gevoel de rest van de pool moeten gaan spelen. Want dat betekent dat je toch al nagenoeg kansloos bent voor de bovenste twee plaatsen. Ja, dan ga je echt met een nagevoel naar huis. Ja. Hier Den Haag. ADO. Precies. De groen-gele. Weet je waar ADO voor staat? Ja. Even denken hoor. Dat is een goeie, hè? Dat is een hele goeie, ja. Ik ga ondertussen even door, dan kan jij erover van nadenken. Is het goed? Want de club uit Den Haag heeft hier balbezit. ADO Den Haag staat er onbekend veel balbezit te hebben. Rustig aan te doen. Balletje breed. Wat is het? Iets met altijd doorzetten of zo? Nee. Wat dan? Dat is Noad. Ja, Noad als fan. Noad als fan combinatie. Ja. Nooit opgeven, altijd doorgaan. Is het ADO voor dan? Dat weet ik niet. Dan vroeg ik het heel. Oh, weet jij het ook niet? Nee, ik weet het niet. Hè? Ik heb het vast wel een keer voor ergens gehoord. Dit is wel slecht, man. Dat is slecht, ja? Dat we dit allebei niet weten. Nee, weet van Peck, weet je het ook niet. Echt, dat heb je al zo vaak gezegd. Ja, je weet het nog steeds niet. Ja, dat is die irritante heer Hugo Waard, Hendrik. Hendrik. Dat is totaal niet. Wat je zegt is totaal niet zo, man. Nou, dat was het ook goed. Weer. Hendrik, toch Prins Hendrik of zo, wat was het? Je komt in de buurt. Ja, je begint goed, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar goed, we zijn nu nog naar een pot aan het kijken van PSV tegen ADO. En alles door oefening. Precies, ja, dat hebben we vast wel een keer eerder gehoord. Alles de oefening. De oefening die er bij Den Haag is gedaan, is dat balbezit heel erg belangrijk is. Hier een schot. En dan. Oeh! Zo! Op het houtwerk. Het aluminium. Oh ja, het is toch aluminium geworden. Denk ik. Ik zal nog even in de uitspraak van vroeger. Maakt niet uit. Dan heb ik meteen even een houten palen. Mooi hè. Vroeger van die veldjes gevoetbald waar ze van die houten palen hadden. Hadden we ook altijd. En die waren altijd meteen kapot. Mooi man. Zonder hekken erachter. Moet je de straat over om de bal te pakken. Tja. Mooie tijd. Mooie tijden, ja. Goed. Tuurlijk. Laten we niet te ver terugkijken op onze jeugd. Laten we gewoon even bij deze wedstrijd blijven. ADO is sterk begonnen. Veel balbezit vooral. Heel veel balbezit. En één belangrijk schot natuurlijk. Die de lat trof. Ook hier Ramos rechtsback. Is een beetje in de trend geworden. Nou ja. Vorige week zagen we dat bij ADO inderdaad. Ja, dus dan wordt het langzaam aan de trend. We zien het nu weer bij ADO. En bij PSV. Bij PSV ook. Goed dan, is het, dan is het een trend. Heel goed, jongen. Het komt allemaal goed, hè, Koen. Precies, jongen. Wat opvallend is dat PSV toch met 11 man eigenlijk terugzakt. Krijgt ADO niet echt onder druk. We weten ook dat de Xbox-console zeker niet de favoriete console is van Ali Rizaygun. Klopt. Dus het is inderdaad interessant te kijken hoe hij hiermee omgaat. Ook natuurlijk naar de nederlaag tegen Tony Kok. Ja. Is natuurlijk wel een tegenstander waar je kan verliezen. Goed gezegd. Precies. Maar ja, spelen met de kwaliteiten zoals Ali. Ze toch voor de top willen gaan. En moet je nu deze pot winnen. Klopt, wat speelt ADO die bal ongekend lang rond, zeg. Ja, we kunnen elke keer wel aanzeggen wie de bal heeft hier, maar dan blijven we doorgaan. Het is een achterbal, ja.
Zo wordt de wedstrijd toch een beetje doodgespeeld. Op een of andere manier. Ja. Het is PSV die achterover hangt en ADO die de bal blijft rondspelen. Precies. Ja, het is een beetje breien. Nou, PSV keer in balbezit. Wat gaat er gebeuren? Opbouw van rechts naar het centrum. Naar links. Marcelo, de linksback. Doet hij goed. Terug naar het centrum. Mooie driehoek richting het centrum. En dan komt de ruimte op rechts bij Ramos. Wordt er langzamerhand opgebouwd. Langzamerhand. Messi, de rechtsbuit, even in balbezit. Terug naar de defensie. En dan de achterste man toch weer in balbezit. Bal in het centrum. Dan ligt er nu op linksruimte. Daar kan weer heen worden gespeeld. Maar nu toch weer rechts bij Ramos de bal. Dat is langdurig balbezit. Zeer langdurig balbezit. Dat heb je heel goed gezien, Bas. Je ziet ook ADO helemaal terugtrekken. Dit is toch... Ja, het is jammer. Maar dit is toch het spelletje dat we met FIFA 19 zien. Langdurig balbezit. Tegenstander die zich volledig terugtrekt. Langzamerhand een beetje naar voren spelen. PSV kan eigenlijk ook bijna geen riskante paas kwijt. Want dan staan daar direct 3-4 man omheen. Het is ongelooflijk. Ik zou bij wijze van spreken gewoon mijn ogen dicht kunnen doen. En weten wat er allemaal gebeurt. Kijk dan, joh. Ja, dat is toch eigenlijk helemaal niet leuk, hè, zo. Ja, maar oprecht. Zullen we gewoon mee stoppen, anders kom? Nee, maar kijk dan. Ja, ik zie het, jongen. Die voorste vier, die zijn letterlijk al 5 of 10 minuten niet aan de bal geweest. Ik merk toch aan je stem, dat je een beetje... Maar dat geldt dan voor beide partijen, snap je? Het is niet eens dat ik het een van de jongens kwalijk neem, maar het is... Ja, het is... Nee, je moet er niet zo hard zijn voor die... Bijster spectaculair om naar te kijken op deze manier. Precies. Ja, het is afwachten geblazen. Ongekend dit. Het is wachten op het ene moment. ADO had net dat ene moment. Viel de bal op de lat. Ja. Ja, het is dan voor club als ADO hopen dat hij erin vliegt. En dan kan je nog langer achterover hangen. Het is nu bijna rust. Oh, 1 keer balverlies nog van ADO. Dan mag PSV nu misschien een keertje naar voren. Maar dan is daar het been van Varaan. En dus de rust hier in het eerste duel tussen PSV en ADO. 0-0. Passie, wat leuk is om te zien. Wat ongelooflijk mooi is om te zien. Zo. En daar gaat ons hart toch sneller van kloppen. Zeker. Is dat beide heren 98% paasnauwkeurigheid hebben. Dat is knap. Dat is knap als je alles achterin rond doet. Dat is heel knap. Dat krijg je bijna niet voor elkaar. Tenzij je die bal echt alleen achterin in de ploeg houdt. Ja, ja. Zag daar dan nog tussen haakjes aan staan breien? Of niet? Dat staat er niet tussen. Oké. Okay. Zouden wij daar wel mogen lezen? Is dit de schaakdivisie? Het is de schaak. Betekent dat 1 op de 50 passes niet aankomt. Dat heb je heel goed berekend, jongen. Dankjewel, jongen. Nou, dat is vrij veel. 2 van de 100. Want 100 min 2 is 98. 98%. Dat klopt. En dan heb je 2 van de 100. Precies. Als je die allebei door 2 deelt, dan heb je dus 1 van de 50. Precies. Daarom, jongen. Dat betekent dat, hè, dat kun je concluderen dan uit zo'n statistiek, dat 1 van de 50 passes niet nauwkeurig was. Niet het eindstation heeft bereikt. Zover Koen Opta. We gaan door met ADO Den Haag. Met Vieira. Opta Weiland. Precies. ADO. Laten we wel kijken wanneer de eerste riskante paas komt. Maar alles door oefening, jongens. Alles door oefening. Hier moet je ook voor oefenen. Tegen de Philips Sportvereniging. Oeh, gullet. Dit wordt riskant. Hij gaat nu tussen 4-5 PSV'ers in. Nee, die bal rustig eruit. Heel goed. Nee, we gaan weer terug, jongens. Gullet. Nee, terug. Zoek de drukte op. Dat is riskant. Even weer. Niet doen. Nee, oh, dit is een riskante bal. Ronaldo. Niet doen. Oh, risico genomen. Dat was hem aan kant. Oh, wat een risico. Zo. Cristiano met het schot. Zomaar uit het niets. Ik ga er eens even voor zitten. Bijzonder dat hij toch al werd aangespeeld zelfs. Ongekend. Stond er toch tussen een aantal PSV-verdedigers. Als ik groen zag, schrok hij er zelfs ook een beetje van. Dat hij hem kreeg. Ja, en nu. De corner. Die gaat hij toch niet in één keer voorgooien. Nee, dat is heel riskant. Dat kan bijna niet. Nee, dat kan niet. Hij gaat toch naar voren! Je niet. Oh, en dan de bal eruit gekopt. Even weer terug, jongens. Hergroeperen. Telt deze kop al van Marcel. Kijk, even terug. Heel goed. Hergroeperen. Hier ligt de ruimte bij Ramos. Knap gezien. Dit is knap. Daar gaan we. Kijk eens, jongens. Riskant balletje op Gullit. Marcelo. Hij kan hem in de gooien. Hij kan hem in de pot gooien. Maar dat is toch te veel kans op Ja, precies. Hier ligt opstomen. Wordt toch een steeds interessantere wedstrijd, Bassie. Ja. Het is ongekend. Kijk, goed weer die ruimte gezien. Marcelo met een radius van 20 meter. Misschien. Oh, dit is een riskante bal, maar Ronaldo krijgt hem toch. Ging nou door de as? Het ging door de as. Ja, hij ging echt richting de 16, die bal. Het is echt... Dit is niet normaal. Ik geloof het. Is dit bananensplit of zo?
Dit is geen bananensplit. Wat wou je in ons commentaar ook in één keer? Ja, dit waren helemaal niet aan de PSV. Hier Marcelo. Oeh, ja, nee, precies. Even terug naar Van Raan. Dit waren allemaal acteurs. Man, man, man. Oh, dit is ja, dit ging bijna fout, joh. Tch, moet je niet aan denken. Maar even zonder dol, hè? Ja. Ik had, als ik aan Ali denk, denk ik toch wel gewoon aan een goed aanvallend spel ook. Maar... Nee, klopt, ik denk dat Ali ook niet helemaal zo lekker in zijn spel kan spelen op de Xbox. Ja, oh! Ado kwam weer heel erg ver naar voren. Nou, Ali. De verdediging staat toch weer terug naar achter ook. Het is niet zoals we hem kennen, inderdaad. Nee. We weten wel dat hij rustig is, dat hij heel goed gefocust is altijd. Hij wacht zijn moment maar wat we hier deze wedstrijd tussen ADO en PSV zien is toch wel extreem. Ja. Extreem. Ja, Ali wacht waarschijnlijk zijn moment af. Natuurlijk in de wetenschap dat er nog een wedstrijd volgt, maar... Hier PSV. Marcelo dan. Gullit. Nog geen risico genomen. Jongen. Ja, is het toch PSV nu wel langzaam aan naar voren? Maar ja, het is drie moeilijk. Muur. Ja, hij probeert wel naar voren te komen inderdaad. Het is moeilijk om er echt doorheen te komen. Hier, nou, nu een riskant balletje op Eusebio. Twee man om zich heen. Messi. Ja. Eusebio! Ja. Oh! Ja. We worden vermaakt. Ja, we worden verwend in deze tweede helft. Ja. Het is eigenlijk een soort van karma lijkt het wel. Zo van, dat de game zegt van als jullie zo spelen dan... Ja, dan misschien mag je ook wel geen doelpunt krijgen dan. Lat en paal. Ja, precies. Precies. Ja, ik weet niet man. Over het algemeen is het ook wel zo dat als je de bal echt goed van voet tot voet laat gaan... en echt via links en rechts wacht totdat je eindelijk dat gaatje hebt... dat het op zich ook wel... uiteindelijk dat gaatje oplevert. Het is wel de goede manier om met FIFA 19 te spelen, maar zo extreem als in deze wedstrijd heb ik het gewoon nog zelden gezien. Hier, riskant, de diepte gezocht. Cristiano, de bal in de 16. Onderschept door ADO. En dus balverlies, maar PSV heeft de bal snel weer terug. Bassi zit vol verbijstering te kijken. Zo, inderdaad. Weet niet wat hij ziet. Cristiano. En weer terug. Marcelo, Gullit. Oh. Eusebio, Vieira. Wie haalt de trekker over, dames en heren? Wie gaat het doen? Oh, Messi. Messi krijgt hem voor, dat is riskant. Ja, gelukkig. Weggehaald door ADO. Oh. En dan kan ADO nu vol naar voren. Je kunt nu gaan counteren. Je kunt de aanval opzoeken. Er ligt ruimte. Ga naar voren. Niet je defensie aanspelen. Doe iets. Niet terug. Het is terug. En toch weer de achterste mannen weer in balbezit. Hele kans verkeken. Als je dit ziet, Koen, branden je handen dan om mee te doen zelf met de E-divisie? Mijn hele lijf brandt, jongen. Precies. Mijn ziel brandt. Je bent zo heet, jongen. Precies. Zo is het, jongen. Ongekend. Kijk eens even, wat een riskante passing. Ja. Ik denk dat we niet meer op de 98% zitten. Nou, we gaan misschien richting de 94. Ja, we hebben... matige statistiek. We hebben natuurlijk iets meer risico in het spel gezien. Ja, dan ga je natuurlijk inleveren op je statistieken. Precies. Ja. Het ging alweer bijna fout. Ja, nee, net als dat we een weddenschap hebben gehad of zo. Ja, zo van. Wie langs de bal zit kan houden. Oh, kijk eens. 0-0 ongeveer. Ronaldo. Gullit. Oh, raakt de bal kwijt. Foutje van. Ja, het klinkt misschien raar dat ik het zeg, maar ik had wel iets meer van Ali verwacht. Ja, klopt. Nou ja, ja, het is ook heel moeilijk natuurlijk om door zo'n blok heen te komen. Maar... Misschien wacht hij op de laatste aanval nu al de hele tijd. Ik weet het ook niet. Het zou eigenlijk voor beide een beetje karma zijn als er toch nog een doelpunt valt. Ja. Ali, zoekt hij de aanval? Nee, toch ook weer terug. Laatste fase, toch af en toe wat de Ali die er doorheen probeert te komen, maar zoals dit ook, ja. Je wacht hier misschien ook vaak, als één van de twee spelers op die manier speelt, dan is de ander haast al gedwongen om ook zo te spelen. Laatste minuut zijn ingegaan, we zitten in de blessuretijd. Ali, Riza, Aygun, meters naar voren. Zo, Marcelo. Wat is dit dan? Ineens een run. Eusebio, Marcelo. Ja, toch weer terug. Je gaat bijna fout. Gaan we naar voren of naar achter? We gaan naar voren. Eusebio, laatste secondes zijn dit. Laatste secondes. Ronaldo. Hij zit erin. Wat? Het is niet te geloven. R9. Het is zo'n beetje voor het eerst dat PSV de aanval kiest. Zoals de tijden van weleer. 1994-95, toen hij daar schitterde in het PSV-shirt. Uitgerekend hij moet het doen. Tegen ADO Den Haag.
namens PSV Eindhoven. En het is dus 1-0. Zo, ja. Oh, was... Jongen, oh, 96 zit erop. Oh, ja. 96% ja. Passing. Toch even 2% ingeleverd. Ja, matig. Ja, keeper ging naar de lange hoek en dan is het de korte hoek en dan binnenhengelen natuurlijk. Ja. Ja, ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Is wel beter voor de tweede wedstrijd, eerlijk. Is wel beter. Ja, sowieso. Want er moet nu wat. Man. Er moet nu wat. Hè? Gebeuren, precies. Hey, je moet er niet aan denken dat je nog een keer 90 precies. minuten daarna moet Dom, kijken. Dan val je echt in slaap dadelijk, niet? Je bent even moeilijk mee, zie ik. Ik had het even moeilijk mee, ja. Ik ben blij dat het PSV-publiek ook nog wakker was daar. Precies. Alles komt nog wel goed. Kijk eens. Uitstekend. Zo is het 0-1 voor PSV. Zien we jullie hopelijk binnenkort terug bij de tweede pot. Hoop ik ook, jongen. Tussen PSV en ADO Den Haag. Wij bedanken jullie. En misschien tot de volgende. Joejoe. Ja, een stabiele 1-0 overwinning. Ben je tevreden? Ik ben tevreden, maar nog niet helemaal. Want het is nog niet afgelopen natuurlijk. Tweede pot, dus de focus blijft nog steeds hangen. En ik hoop dat ik tevreden ben na de tweede wedstrijd. Dat is belangrijker dan nu. Zeker weten, daar heb je helemaal gelijk in. En als je terugkijkt op de wedstrijd, wat kon er dan beter? Misschien dat het wat leuker werd. Het was echt een van de saaiste wedstrijden die ik in mijn FIFA-carrière heb gespeeld. Ik speelde heel verdedigend, was heel het afwachten. En ik moest dus gebruik maken van mijn kans die ik kreeg. Want ja, als je er geen gebruik van maakt, dan ga je ook niet scoren natuurlijk. En dat doe ik dan uiteindelijk in de 90ste minuut. Beter kan het niet natuurlijk. En dan win je met 1-0 en nou proberen vast te houden. Basic Fit, KPN en Fox Sports, partners van de Eredivisie.